Sinds augustus 2016 is de stad Leuven volop bezig met aanpassingen van hun mobiliteitsplan. Zo mag je in de binnenstad enkel nog maar 30 km per uur rijden en is de Bontgoedlaan maar voor 2/3 bereikbaar met de auto. Deze veranderingen zijn niet bedoeld om automobilisten te pesten, maar hebben een heel ander doel. Het is vooral een globaal beeld dat we hebben gekozen. Dus het was de bedoeling om het doorgaand verkeer uit de stad te weren. En ook om zoekverkeer uit de straten in het centrum te weren. Dat zijn straten die er gezien hun wegprofiel niet op gemaakt zijn om heel veel verkeer te slikken. En daarom is er gekozen voor dit circulatieplan dat de stad opdeelt in verschillende zones. Dat je niet meer van de ene zone rechtstreeks naar de andere kunt, maar via de ring moet gaan. En bovendien ook om de mensen er meer toe aan te zetten om openbaar vervoer te gebruiken, om meer op de fiets te springen, vooral voor korte afstanden. En bovendien willen we dan ook met dit circulatieplan de straten een beetje teruggeven aan de fietsers en meer ruimte creëren voor voetgangers. De studenten in de binnenstad hebben alvast weinig klachten over het nieuwe mobiliteitsplan. Ik ben eigenlijk redelijk tevreden van de veranderingen van het wegennet hier in Leuven, omdat als fietser is het nu een heel stuk handiger. Er zijn veel minder auto's. Ik voel mij veel veiliger op dit moment. En ik vind ook als binnenstad is het toffer als er minder auto's rondrijden en het is gezelliger, vind ik toch. De inwoners van de stad Leuven daarentegen hebben hierover een andere mening. Persoonlijk heb ik meer een negatieve ervaring ermee, dat we meer files hebben in de stad en dat vooral het verkeer ook van mensen die in de stad wonen zich slechter kunnen bewegen in de stad, wat slecht is voor ons als zaak, dat ze ons moeilijker kunnen bereiken dan vroeger. Ik woon in de Tienste straat en voor ons hebben we chance dat er niet zoveel verandert. We zijn nog altijd even bereikbaar als vroeger. Het is wel zo, als er evenementen zijn op het Ladeuzenplein of zo, dan is dat hier file tot aan het Toeverplein, tot aan de Tienste poort, omdat dat de enigste weg is om naar buiten te gaan. Ook over aanpassingen die dan wel aanwezig moeten zijn in het nieuwe mobiliteitsplan lopen de meningen nog uiteen. Betere voetpaden. Dus dat is wel belangrijk, want ja, we worden allemaal een stukje uit. Ik denk dat het leuk zou zijn dat ze het hele plan doen, gelijk dat bedoeld is, minder auto's in de stad die hier niet nodig zijn, door grote parkings bijvoorbeeld buiten de stad te bouwen, die betaalbaar zijn. Want dat is nu spijtig genoeg niet het geval. Er is dus nog ruimte voor debat voor de aanpassingen in het nieuwe mobiliteitsplan, maar iedereen tevreden stellen zal een moeilijke opdracht worden.